Ja, voorzitter. Ik had ook een vraag gesteld over de derogatie. Namelijk de vraag, heeft de minister al geregeld dat de derogatie terugkomt, zoals zij voornemens is? En zeker in het licht van de maatregelen die ze wel al heeft gecommuniceerd, namelijk dat er in ecologische bufferzone bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen gaan worden, dat de wolf mogelijk afgeschoten wordt en dat de provinciale gebiedsprocessen geschrapt worden. Is dat helpend bij het terugkrijgen van de derogatie, had ik gevraagd aan de minister. Excellentie. Ja. Oh. Kijk, de bufferstroken situatie, daar zat een discrepantie in wetgeving. Hè. Het is niet zo dat wij zeggen van dat overal gewasbescherming gebruikt mag worden. Maar er was ook een bestrijdingsplicht voor een aantal gewassen. En daar zat gewoon een discrepantie in die we hiermee hersteld hebben. Omdat er ook een plicht geldt om daar iets tegen te doen. En door die bufferstroken zat daar die discrepantie en die hebben we daar uitgehaald. Wat ik zojuist ook tegen de heer Boswijk zei, de afspraken die wij verder gemaakt hebben met de EU over de derogatiebeschikking, die afspraken komen wij na. En op basis van die basis ga ik daar het verdere gesprek weer aan. Ik ga dit weekend ook naar de informele landbouw- en visserijraad. Daar staan ook weer allerlei gesprekken gepland, waar dit ook weer onderwerpen van gesprek zal zijn. En of ik de derogatie al geregeld heb, nee. Ik had ook niet de verwachting in het mestdebat 2 juli... dat we dat zomaar terug zouden hebben. Dat heb ik toen ook gezegd. Dat vereist echt een goede inzet en een Europa-strategie. En ook met die strategie komen we ook later naar de Kamer toe, wat onze inzet daarop zal zijn. En die is niet mals, maar we gaan daar volop inzetten. En nogmaals, wij komen die afspraken wel na. Kan dat wel nog voor de begrotingsbehandeling of niet? Want het is natuurlijk wel fijn als Kamerleden het kunnen meenemen tijdens een begroting. De Europa-inzet wordt voor een gedeelte ook al iets over gezegd in het regeerprogramma. Dus dan zou ik zeggen, daar staan de contouren al in. Dank u wel, mevrouw de minister. Mevrouw Bomet. Dus dit is inderdaad aan uw derde interruptie. Die tellen we voorzitter, ik vind het een beetje een vaag verhaal. Want ik had gedacht dat het kabinet zo met een eigenlijk heel veel bravoure had aangekondigd van, nou, wij gaan de derogatie terugbrengen. Ik hoor daar nu allemaal mits en maren over moeilijk, 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 gaat lang duren. En dan hoor ik de minister ook over een pakket van maatregelen wat we ook nog niet gezien hebben. Dat lijkt, het heeft bouwstenen, onderdelen van het pakket Adema. Is dat dan dat pakket, is dat dan het plan B? Kunnen we dat typeren als het plan B van dit kabinet? Excellentie. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit gezegd heb, we gaan de derogatie zo even terughalen. Ik heb gezegd, we gaan daar investeren en met een goed onderbouwd verhaal investeren in de relaties in Brussel. En dat doen we volop. Ik heb al veel medeministers van andere lidstaten gesproken. Er komt straks ook een herziening van de nitraatrichtlijn. Daar zijn we volop mee bezig. Ik heb nooit gezegd dat dat appeltje-eitje was. Die illusie heb ik niet. Daarvoor loop ik te lang ook mee in dit beleidsveld. Maar onze inzet is er zeker op gericht. En dat is ook waar het hoofdlijnenakkoord om vraagt. Even kijken voor wat betreft de tweede. Sorry, ik ben even. Het pakket, of dat dan plan B is als het niet lukt om die derogatie terug te krijgen. Het pakket is natuurlijk het mestpakket. Dat heette eerst het plan Adema. En ik heb gezegd dat we daar deze zomer hard aan zouden gaan werken. Dat is ook gebeurd. Dat hebben we de hele zomer aan doorgewerkt. En rond Prinsjesdag, ik had het in de vorige termijn ook al even gezegd, of bij het vorige blokje. Rond Prinsjesdag komt die brief naar de Kamer toe waarin het voorstel staat van hoe we op de korte termijn en langere termijn het hoofd willen bieden aan de mestcrisis. Ook daar zijn geen simpele oplossingen. Maar ik denk wel dat we een uitgebreid pakket mee naar de Kamer komen. En die kunnen jullie over volgens mij anderhalve week tegemoet zien.